Ja, toch wel bijzonder. Ik ben benieuwd hoe dat nou gaat worden. Nou, we hadden hier ook hagel, zoals jullie zien. Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, ik ben net weer thuis met Rijka. Ik ben er alweer een tijdje eruit. Al moet ik nog wel eten, maar daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Ik heb enkel meer behoefte aan wat te drinken. En dat neem ik ook zo. Lekker even lekker wat water. Ja, koelkastwater. Ja. Lekker. Het is zo benauwd. Zo broeierig, vies benauwd, plakkerig weer. Het is bewolkt. Er is wat op aankomst en dat is in noodweer. Code geel gaf die aan en Karen die stuurde mij wat toe. Dat is link, waarschuwingen, Zuid-Holland staat erbij, maar ook jouw locatie staat er hoogstwaarschijnlijk erbij. Moet naar beneden scrollen. Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, IJsselmeergebied, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Waddeneilanden, Waddenzee, Zeeland, Zuid-Holland. Als je op een van die plekken woont, dan moet je daarop klikken. Ik woon dus Noord-Holland. Daar klik ik op. Dit zijn de actuele waarschuwingen voor het weer in de provincie Noord-Holland. Deze worden uitgegeven door het KNMI. De waarschuwingen worden uitgegeven voor alle regio's in Nederland. De gegevens zijn het laatst bewerkt op 17 augustus 2020, 14:35 en worden iedere 5 minuten ververst. Ja, ja. Waarschuwingen voor de provincie Noord-Holland. Code geel. Maandag 15 uur tot maandag 21 uur. Enkele onweersbuien, mogelijk met hagel en windstoten tot circa 60 km per uur. Kans op blikseminslag, hagel en windstoten, verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen, volg weerberichten en waarschuwingen. Ja, ja. Dus dat gaan we even delen met Facebook. Ja. Ja joh, daar wezen, groep, en dan gaan we eerst maar eens een steunpunt toe, de rest kan straks wel weer. Steunpunt Nederland, plaatsen. Zo, nou, ik zou zeggen proost. Lekker. Maar ik vergeet wat. Als eerste natuurlijk een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. En we leven vandaag maandag 17 augustus om 14:45. 14:45. Ik heb er eentje binnen en dat wil meneer niet. Nee, een schandaal. Die shirt van ik wil naar buiten. Eigenlijk had ik ook boodschappen willen doen, maar nee. Doe maar eventjes nog niet. Nee. Dat vind ik een beetje eng. Ja, ik ben bang van onweer. Had ik ook van de week al verteld een paar keer. Maar daar ben ik gewoon bang van. En dan kan je daar niks aan doen. Ik zou vanmiddag ook de stad in. Even weer naar die winkel die ze aan het versieren zijn. Om daar te vloggen weer. Maar stel je voor dat het iets eerder begint. Ja. Dus ze zeggen tussen 3 en 9. Ja, oké. Ik wacht wel even af hoor. Ja, het is zo vies benauwd en ik heb zo'n hoofdpijn erdoor. Morgen nog een dag. En we zullen dan beleven. Ik bedoel, ik heb nog van alles en nog wat in huis, dus ik red me wel. Het enige wat ik eigenlijk nog moet doen, dat is het aanrecht. Dat is een dikke bende.
Maar dat komt ook wel goed. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie gaan doen. Het is hier dus ja, bewolkt, grijs, grauw en triest. Met een heel flauw zonnetje erdoorheen die wel warm aanvoelt. Want het is gewoon warm, punt. Ik heb het zo gelopen. Nou, lekker. En tenminste, ja, niet wagen wij dan zo lopen. Maar ik bedoel, achter mijn rollatortje met Rijka. Lekker even zo gelopen. Geen jas aan niks. Nee, is niet nodig. Kant af, hou eens even op. Nou, ik dacht van niet. Maar oké, ik zou zeggen, geniet van wat jullie aan het doen zijn. En ik hoop dat jullie niet bang zijn zoals ik bang ben. En ja, daar heb ik ook nog een blauwe plek zien. Die heb ik van Rijker gehad. Ik heb op deze arm blauwe plekken gehad. Ik heb op mijn been een blauwe plek gehad. Dan moet je me geen hond nemen, dan moet je me niet stoeien. En anders moet je er niet op schoot nemen. Want haar elleboogjes van de pootjes, ja, dat drukt wel door. Dus ja, maar het maakt niet uit. Ik vind het niet erg. Ik zie het op een gegeven moment. Oh, hé, weer een blauwe plek. Weet ik niet eens niet hoe ik eraan gekomen ben. Maar ja, achteraf denk ik, ja, Rijka die heeft me daar geraakt. Dus ja. Oké, maakt niet uit. Ze is lief, het is een schatje, het is een engeltje, het is een droppie, ja. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, we spreken elkaar later wel weer. En ja, ik had gisteren toch eventjes de onweer erop gezet. Maar toen was het al aardig donker. En als het nou straks ook gaat onweren, zet ik het er weer op, omdat het nou nog licht is. Ja. Maar oké, dat zien we straks wel. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Doei! Ja, lieve vriend, ik ben er weer even. Ik denk dat ik toch maar even wel wat boodschappen ga doen. Want ja, er raakt toch het een en het ander op, heb ik even nagekeken. En moet toch wel weer aangevuld worden. En ik vergeet nog wat. Dat moet ik ook even meenemen. Bas Vulcum. Bas Vulcum. Moet ik maar even opschrijven, want dat vergeet ik. Ja. Ja, dat zijn kruiden. En kruiden, ja, dat zijn toch dingetjes, kleine dingetjes, dat vergeet je zo makkelijk, hè. Ja, de doorgaanse dingen, dat vergeet je niet, maar wat je eigenlijk niet al te vaak gebruikt, dat vergeet je. Ja, en ik moet het toch wel weer hebben, want ik gebruik het wel enkel niet dagelijks. Hé, Rijka, ja, nou kind. Ik ga er dus even vandoor, want het is nog steeds mooi weer. En ik heb op mijn eigen buienradar gekeken en daar komt helemaal nog voorlopig niks. Dus laat het maar mooi wegblijven. Ja, toch? Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks. Doei! Ik pak jullie er even bij, want ik zie Jaapie Kreker op mijn schuurdeur zitten. Ja, dat is leuk. Jaapie Kreker. Nou, ik neem jullie gewoon ook gewoon dan even mee. Zo simpel. Kijk of die er nog zit. Ja! Dat is Jaapie Kreker, toch? Leuk, hè? Lief. Nou. Welkom, hoor. Enkel, ik weet niet of je daar goed zit. Ik denk dat je wel beter op een plantje kan gaan zitten. Jaapie Kreker. Ja. Wel. Nou ja, het is nog knap weer. Ondanks dat het ook bewolkt is, schijnt er ook de zon. Want daar is die. Joe. En ik ga dan eventjes ook met Pokémon Go. Zo. Dat ben ik. Oh, niet zo ver. Hé, ik zag een luchtballon. Oh, wat leuk. Yeah. Dat is ook voor het eerst dat ik dat zie. Dan moet je mee battelen, denk ik. Nou, geen zin in. Maar oké, dat poppetje ben ik daar. Dus ik ga nou dit even installeren. Dat moet daartussen. Zo. En dan moet ik mijn tas ophangen. Aan een speciaal bandje. Dan moet het willen, want ik doe het allemaal weer met één hand. Zo. En dat is mijn sleuteltje.
En die moet, ja, doch. Oh. En ik weet niet wie het is en het boeit me nou ook. Even niet. Nee. En dan moet die over mijn spiegel heen. Dat hele stukje. Die heb ik nog nodig. Die moet weer in de scheur. Ja, die krekels, sorry. Zo. Zo. Haakje erop. Nou, dan gaat de poort open. Hup. En dan heb ik twee handen nodig, want ik moet die plank ertussenuit halen. En die gaat de scheur in. Dus ik doe jullie lekker even uit. Nou, dan sta ik weer bij een bekende winkel. Hij is nou met, ja, het is maar net hoe jullie het noemen willen. Zijkant, voorkant. Normaal is de voorkant bij de deur, maar die zit op een hoek. Dus ja, hoe en wat precies, hoe je het wilt bekijken. Maar het is helemaal een 3D, hè? Even inzoomen. Ja, toch wel bijzonder. Ik ben benieuwd hoe dat nou gaat worden. Maar we zullen het beleven. We blijven die beste man volgen. En ja, praten met hem, dat is er niet bij, want het is een buitenlandse meneer. Ja, die taal ken ik niet. Nee, echt niet. Maar komt goed. Echt bijzonder. Echt heel mooi. Ja, ik vind het wel kunstig hoor. Zo eventjes. We houden hem in de gaten, lieve vrienden. Ja, ja. Ik moet me die ook weer eventjes aantikken. Zo. Dus ja, we zullen weer even terugzoomen. Haha, lul. Dus, maar komt allemaal goed. Ja, dat is mijn Friese vlaggetje. Ja, ja. Tot later. Ja, lieve vrienden, net binnen. Het begint nou heel erg best te betrekken. Ja, oei. Het wordt zwart daar in de lucht. Giga zwart, echt wel. Hé, meisje lief. Doe je pet eens goed. Zo, hé? Ja. Nee, daar komt een lekkere donkere lucht aan. En dan zeg ik altijd, 7 dagen onweer. Ja. Nou, boodschappen zijn binnen. Ik heb al een paar spatjes gevoeld. Kandel zit achter de deur te blaren, maar die komt er niet uit. Nee, blijf mooi daar. Die kan het heen en weer krijgen. Jullie weten dat ik al geruime tijd iets aan het zoeken ben voor op deze ketting. Het is eigenlijk een herenketting. Mijn schoonmoeder die had hem eigenlijk gekocht voor mijn man, voor haar zoon. Ja, die kwam te overlijden voordat hij jarig was. Ze had hem voor zijn verjaardag gekocht. Haar naam staat erin, mijn naam staat erin en die van mijn mannetje, Jack. J-A-C-K, Jack. Ik op mijn naam zet Engeland te vergeten, maar dat kon er ook bijna niet op anders. Maar ja, oké. Okay. Het is dus eigenlijk een herenketting, maar ze hebben mij toegestuurd voor mijn verjaardag. Maar, waarom maken ze dat op die manier dicht? Dat is ook zonde. De bekende winkel. Ben ik geweest. Nu moet ik hem wel open zien te krijgen. Wat zonde.
Zo, daar was die. Er zit nog in een pampiertje. Een pampiertje. Het is ook klein. Oei. Nou heb ik. Hoe lief. En ik hoop dat jullie het kunnen zien. Ik zal het even denken hoe ik dat moet hebben. Het is, ja, ik moet het laten zien. Een vlindertje. Daar heb ik er dus twee van, want het zijn oorknopjes. Ik heb langs een huis gereden. Maar dan kan het. Ik doe het spiegelbeeld. En je twee onder elkaar of een aan weerskanten in. Dus ja, dus, dat lijkt mij wel wat. Ik hoor het rommelen. Dus twee vlindertjes. Ja, ik moet mijn nagels doen, weet ik ook, maar daar heb ik geen tijd voor. En ik heb pijn in mijn hoofd, dat wil je niet weten. Ik heb pijn in mijn rug, dat wil je ook niet weten. Maar we gaan gewoon door met die banaan. Maar twee leuke, schattige, lieve heersbeestjes. Ja, dus die leg ik even daar neer, want ik moet er zo meteen nog even een foto van maken voor Karin om dat naar haar toe te sturen. Dat was maar 10 euro. Nou ja, wie doet je wat? En dan kan ik dat laten maken en dan ga ik eventjes met een babbelen van hallo lieve schat, van wat kost mij dat als jij dat voor mij gaat doen? Vriendenprijsje? Ja, ja, doet die wel voor mij. Maar oké, okay, ik ga het boodschappen bij me, ik heb een chippie bij me, er staat een kast in, en ik heb een bouwtje bij me, die weg ergens, ik heb weer wat rijke vlees mee, ik heb broodjes mee, ik heb dit mee, ik heb een warme maaltijd mee in de aanbieding. Ja, dan ga je zelf niet voor tot de koken. Nee, ik weet nog wat. Dus we hebben lekker straks eten, dat gaat de koelkast in. Chippie. Ik heb, en dat wordt mijn 99 cent. Yummy, yummy, yummy. Ga je ook zelf niet voor klaarmaken voor 99 cent? Nee. Dus, lekker. Misschien dat dat de kool opeet. Ja hoor, waarom niet? En dat is er een andere in de koelkast. Nou, en een zak kattenvoer heb ik weer. Dat moet naar boven. Ik heb hier ook eentje staan. Dat moet in de vriezer. Dat is voor Rijka. Allebei. Dat is vriezer in. En het is nog steeds droog en het wordt maar donkerder en donkerder en donkerder. Ja, ja. Ja, en dat brood moet nog mee aan de gang, want het moet verdeeld worden over twee zakken. Ook dat. En ik kreeg er net wat het en binnen. Ik heb gezien dat binnen er al 6. Dus ja, dat moet ik ook even bekijken. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet verder. Hier gaat het lichtjes donderen al. Ik heb nog geen weerlicht gezien, maar wel gedonder. Hoor. Nee, ze vliegen niet. Straaljagen, heel hoog in de lucht. Dus ja, het belangrijkste heb ik opgeruimd. En ik ga nou lekker even niks. Even rust. Dus ik zou zeggen, tot straks. Nou, het begint al te donderen. Het komt al dichterbij. Maar het is nog steeds droog. Kijk daar, hoor, waar je die strepen ziet, daar regent het. En hier is nog droog. Hè, Rijka?
Ik zag het ook al een flits. En toen begon het te waaien. En toen begon het te regenen. Rijka, kom meisje. Er ligt al een lading zand. Ik heb nog niet kunnen zuigen. En hierdoor komt het dus ook dat ik knallende hoofdpijn heb. Dat is gewoon ongelooflijk. Ja, moet je ja, dat komt al. Zo dan. Echt. Dag vliegje. Hoi, wordt er nog geroepen. Zo dan. Ga dan eerder naar binnen. Ja, ja. Zo dan. Je ziet het daar gewoon gaan als een soort met mist. Althans, ik zie dat. Maar oké, okay, ja, het noodweer breekt weer aan. En het was voorspeld, dus ja. Enkel iets later, het was tussen 3 en 9. Nou ja, 3 uur is te langer geweest. Daarom kon ik lekker even boodschappen doen. En elk eventjes door de stad even die bekende winkel waar er 3D wordt geschilderd. Dus ja, dat staat er ook weer op. En dit staat er weer op. Zo, dat was een bliksem. En ja, mijn mast is hoger. Die vangt de bliksem op, wordt mij medegedeeld door de buurman. Dan zou het eerst daarop komen. Nou, en toen spoelde het weer heen. En het is gelijk heel erg donker in mijn huis. Wow! Het spookt. Ja, ja. Dat heet je. Halleluja, het spoelt hier. Nou, lieve vrienden, tot later. Nou, we hadden hier ook hagel, zoals jullie zien. En het spattert nog een beetje. Althans, het is ja, miserig weer nu. Een beetje, het is het miserig. Voor de rest is het momenteel weer aardig rustig. En voor hoe lang dat zo blijft, Joost mag het weten. Maar we hebben ook even gehad, toen zag de kerktoren niet meer. En ik kon daar de straat niet meer uitkijken. Ja, en wie zit er hier voor het eerst in een paar weken? Onze Eeuwin. Die is weer retour in de woonkamer. Ja, het was koud ineens op de wc, hè, met het raampje open. Ja, het is nou dicht. Hé, en als het niet warm is en zo heet is, hoef jij je daar niet te vertoeven, hè, schat. Hé, meisje. Ja, hé. Wordt zo dikkie, hè. Een paar weken doe je gewoon, zeg maar. Ja. Dat was een beetje uit te houden, hè. Ja. Ja. Maar ja, voor de rest, ja, ik kon niet eens in mijn recht doorkijken. Het is wat. Ja, die achterste auto, die kon ik nauwelijks zien, die daar aan de stoep geparkeerd staat. Ja! Hé?
Dus ja, lieve vrienden, zo is het en zo zal het wel weer een keer gebeuren. We krijgen gewoon met een heel ander weerbeeld te maken dan we gewend zijn. De winter komt hier te vervallen en ik denk dat het zo gaat worden, maar dan ben ik er niet meer en jullie misschien ook niet meer. Maar in ieder geval dat het zo gaat worden, dat degenen die nu in de zomerjaar zijn, zoals ik, 23 juni, dat dat niet meer in de zomer valt, maar dat het dan winter is. Dat je dan met sneeuw heeft te maken, omdat die hele toestand aan het draaien is. De wereldbol draait, maar ook omdat wij draaien, komen wij in de andere atmosfeer terecht. In de andere, ja, hoe noem je dat allemaal? Maar in ieder geval, ik ga bij deze weer sluiten. Nee, ja, dat draai ik weer even om, anders kan ik dat niet. En ik zou zeggen, we spreken elkaar wel weer. Maar voor vanavond zou ik zeggen, smakelijk eten, bon appetit. En laat op de avond uiteraard welterusten, slaap lekker met mooie dromen en gezond weer uit je bed zien te komen. Tot aan de andere kant van de nacht. Doei!